Hallo kinderrechten supporter. De film die je samen met je klas hebt gemaakt staat nu op ons YouTube kanaal. Hoe vind ik mijn film daar dan? Dat ga ik je laten zien. Ga naar YouTube en zoek op kinderrechten. Op ons kanaal klik je hier en typ je de naam van je film of de naam van je school in. En tadaa! Hier is jullie kinderrechtenfilm. Vergeet de film natuurlijk niet te liken. Omdat de kinderrechten zo belangrijk zijn en iedereen er vanaf moet weten, helpen we je ook. Je hebt van ons kaartjes gekregen waar je op de achterkant onder andere de naam van je school kan schrijven. Geef de kaartjes aan meesters, juffen, vriendjes, neefjes, nichtjes, ooms, tantes, opa's, oma's, de groenteboerkapper en alle kinderen op je school. Maak je eigen filmposter en hang ze op zodat iedereen ze kan zien. Heb jij, je school of de juf of meester een Facebook, Twitter of Instagram account? Vraag dan ook of zij jullie film willen posten. En ga de klassen langs om over de film te praten. Maar let op, bekijk je de film met de hele klas via een digibord? Dan telt YouTube dit als 1 view en 6 kijkminuten. Hoewel het natuurlijk belangrijker is om de kinderrechten te verspreiden, plaatst de groep met de meeste punten zich toch nog tot de grote finale. Na de première houden we de films 2 weken goed in de gaten. En de groep die in die tijd het meest hun best heeft gedaan, wint de finale ticket. Huh? Ons best gedaan? Waar letten jullie dan op? We letten op de volgende 3 punten. Het belangrijkste zijn de kijkminuten. Die leveren de meeste punten op. Dan het aantal views. En als jullie een foto van jullie poster mailen naar info@krff.nl, dan levert dat ook 2500 punten op. Na 1 week mailen we een update naar de juf of meester. Op onze website vind je meer informatie en kan je ook zien of je film in de top 5 staat. Dus doe je best en help mee om de kinderrechten te verspreiden.